Ja. Never let you go bij Radio Radio Buffalo. Jouw beste lokale radio. Markske, houd eens op mee aan die radio te prutsen en vul mijn dagschotel eens bij. Moet jij je winkel niet openhouden? Ik heb een bordje aan de deur gehangen. 5 minuten gesloten. Je zit er al meer dan een kwartier. Ik heb toch niet gezegd welke 5 minuten, hè? Ja. Hoe staat het nu met dat verrassingsfeest voor uw huwelijksverjaardag, Xavier? Ah, perfect, hè. Carmenneke staat op haar achterste poten. Ja. Ze is er zeker van dat ik het weer eens vergeten ben. Ja, is goed, maar ze mag ons vanmiddag niet betrappen bij de voorbereidingen. Ah, oh, nee. Deze middag staat zij in de winkel. Ze denkt dat ik naar het leger moet. Maar je doet dat niet. Bea, ik ben een volwassen vrouw. Ik doe wat ik wil, waar ik wil, wanneer ik wil en met wie ik wil. Akkoord, maar niet met Boma. Voilà. Is het weer vandaag? Weet je wat ze nu wil doen? Boma inviteren op een romantisch weekend naar de Ardennen. Pardon, een gastronomisch weekend. Dat, is... dat kan Boma zijn verstand brengen dat het alleen om te eten is. Voilà, zit je wel? Ja, en met wie anders moet ik gaan? Boma is nog de enige die om mij geeft. Zo, de café. Ah, Pascalke, bon amour pour toujours. Je ziet er weer uit om te stelen. Oh, Balthazar. Hey, Xavier. Alles in orde voor de surprise-party van Carmen? Jazeker, voorzitter. Dit is al mijn bijdrage. En gratis Boma Morta, volonté. Oh, dat was niet nodig geweest, voorzitter. Meneer Boma, ja. Problemen bij Radio Hallo, hè? Ja? Die nieuwe zender van Radio Buffalo, die is veel te sterk. Je kunt ons bijna niet meer horen. Dan moet geluiden roepen naar camera. Balthazar. Ja, mijn kersenbloemetje. Wel, morgen organiseren ze een speciaal gastronomisch weekend in La Roche. En nu had ik eigenlijk... En jij wilt dat ik met u meega? Oh, maar Pascalke, dat is toch mijn droom? En mijn nachtmerrie. Pas op, hè. Enkel voor de gezelligheid, hè. Niet voor de... Evidaal, zeg jij. Uw lijfelijke aanwezigheid is al meer dan genoeg voor mij, hè. Hallo, ben Balthazar Boma, PDG van de Boma Vleesindustrie NV. Oh, quelle surprise. Vanessa. Een weekendje bij mij logeren, zeg je? Nee, dat was ik niet vergeten, nee. Morgen? Dat is wel een beetje moeilijk. Nee, Boma, we zijn de Radio Buffalo een proces gedaan. Maar, een minuutje. Wie gaat je meebrengen, zeg je? Ah, Lulu en Bibi. Ah, dan is het goed. Abel, ja, ik zal u verwachten, hè. Dag, hè. Zaken afwerken. Ja? Ja, Pascalke, voor morgen in La Roche zouden we dat met geen weekje kunnen uitstellen, want ik moet dit weekend naar een vleescongres. Over dikpillen zeker. Charlatan, Bieke, ik had naar u moeten luisteren. Natuurlijk. Het zal eens geen afstellen, hè. Ga jij je Vanessa maar afstellen, blauwbaard. Pascalke. Ja, vrouwen, hè. Abel, weer syndicale pauze? Wat scheelt er? Xavier is onze huwelijksverjaardag vergeten. Al voor de 15e keer. Oh, garbe. Maar troost u. Je weet nooit welke aangename verrassing u nog te wachten staat. Daarnet vroeg Pascalke mij omdat ik mee ging met haar naar de Dardenne dit weekend. Lop, is die dement geworden? En dat belt Vanessa toch wel zeker van de pussycat. Die komt hier nu dit weekend logeren. Bij Bibi en Lulu. Ja. En Pascalke kan de pot op. Ik breng dat wel bij haar in orde, zeg. Ik inviteer haar naar de nieuwe chalet van mijn goede vriend kolonel van de Zeppen in Zwitserland. Dat is niet mis, hè? Hallo, ben Balthazar Boma, PDG van de Boma Vleesindustrie NV. Barbara. Ja, dat is lang geleden, ja. Waarom belt je? Hoe je komt op bezoek? Vandaag toch? Maar dat gaat niet. Hallo, Barbara? Weer een aangename verrassing, meneer Boma. Barbara, kom. Dat is toch niks? Zeg, uw andere vriendinnetjes komen toch pas morgen? Barbara is geen vriendinnetje. Barbara is mijn zuster. Een zuster? Jij? Ja, ze woont al 20 jaar in Australië. En ik had gehoopt dat ze mij nooit meer zou lastigvallen. Zeg, en waarom heb jij daar nooit iets van gezegd? Omdat zij de basis van het Boma-fortuin en ik niet. Wat blijf? Alles is van haar. Fabriek, café, het veld, uw winkel.
Ik mag het alleen maar beheren. Alweer, merci. In al die tijd commandeerde je mij precies of je zijn een grote Jan. En je zijn een even grote sukkel als al de andere kampioenen. Excuseer, ik ben nog altijd de telg van het roemrijke Boma-geslacht. Ja, een geslacht varken, ja. Laat ze maar eens komen. Ik zal eens een boekje open doen over haar broerke. Dat moet jij precies doen. Dan zet je binnen de kortste keren nu een winkel kwijt. Oh ja? Ja, en ik de rest van het Boma-patrimonium. En waarom? Ja, omdat Barbara en ik kwamen nooit goed overeen. Zij heeft mij altijd met een onnozele roekenjager gevonden. Amai, die kent u goed. Excuseer, zeg. In tout cas, toen ze naar Australië ging wonen, kon ze mij niet meer controleren. Wel, ik heb haar eens een brief geschreven dat ik nu een respectabel man ben. Getrouwd. Mijn vrouw en kind. Getrouwd? Jee! Het is serieus, hè? Ja. Ja, maar als ze ontdekt dat ik gelogen heb, dan is ze capabel om hier heel de boel te verkopen, ja. En alles. Zeg, en als ze ontdekt, hè, dat dat uw trouwfoto is, hè, dan kunnen we helemaal vergeten. Ja, maar, mensen, het is serieus, hè? Is uw zuster ook zo'n plezante dan? Zeg, en al die jaren heb jij ons over de zot gehouden. Ah, wel, merci. En wanneer komt die Barbara? Ze weet, ze zat al op zaventempel. Zijn er nog dingen die je zuster hebt wijsgemaakt, voorzitter? Dat je eerst de minister zijt of zo? Nog een paar kleinigheden wel. Nog maar. Zoals? Ik heb haar gezegd dat ik de eigenaar was van de Belgische voetbalkampioen. Al goed dat jij Pinocchio niet zei. Uw neus zou zo lang zijn dat je hier het café niet meer binnenkomt. Ja. En wat wilt je nu van ons? Pascalke, ik kom vragen of dat jij even mijn vrouw zou willen zijn. Wat lief, even uw vrouw zijn, wel vergeet het. Maar alleen maar om te spelen. Zijn jij niet beschaamd? Ja. Vraag uw juffrouwkes van de pussycat maar om te spelen. Ik wil die niet, ik wil u. Tja, een uurtje geleden was dat nogthans anders. Is dat uw laatste woord? Ja. Bon. Dan kom achteraf niet klagen dat je binnenkort allemaal op straat staat. Oh, wij hebben in het leger tegenwoordig plaats genoeg. Ja. Plaats genoeg. Ik wou je toch nog even spreken over die problemen bij onze zender. Ja, Maske, ik heb nu geen tijd om mij bezig te houden met uw onnozele radio. Hè, jongen, ik moet binnen het uur een gezicht maken. Wat zou je ervan zeggen als ik voor Radio Allo een nieuwe zendinstallatie zou kopen? Oh, dat zou fantastisch zijn, meneer Bomer. En zou jij uw suikerdokkel Balthazar dan een pleziertje willen doen? Oh ja, natuurlijk. Oh, begin dan maar met vanaf nu pa tegen mij te zeggen. Pa? Pardon? John Lambs, de grootste kangoeroekweker van heel Australië. Kijk nu. Die lijkt als twee druppels water op mijn echtgenoot zaliger. Schoon. Zullen we zien wat er in een factuur scheelt? Hoe heet u? De Dimitri. Dimitri. Bent u getrouwd? Nee, waarom? En zou u dat dan niet willen? Boah, ik zal uw motor moeten vervangen. Uw factuur moet naar de garage gesleept worden. Ja, maar dat is toch perfect? Dan kunnen we onderweg alles over uzelf vertellen, hè? Terwijl je mij een lift geeft tot bij mijn broer. Zou je liever in uw voiture blijven zitten? Mijn depanneur, dat is echt niet zo comfortabel. Paul! 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 Zeg, onkel, is het niet goed? Je moet me helpen, Paul. Die madame die vrijt mijn leven op. Ja, heb je een geheim rendezvous? Nee, je moet haar een lift geven. Ja, ik ben wel met de fiets, hè. Aangenaam. Barbara Boma. Boma? Bent u Boma's zuster? Zuster! Mijn neefje zal u wel een lift geven naar uw broer. Nonko! Dimitri! Zeg, jij permitteert u nogal wat? Zomaar bij de mensen binnenvallen. Mijn naam is Barbara Ramsey Boma en dat is hier mijn huis.
Dat kan mij niet schelen, wat dat die... Barbara! Welkom! Dank u. En wie bent u? Ik ben Carmen, de echtgenote van Balthazar. Daar verschiet er van, hè? Wel, niet helemaal, nee. En hoe is het met de kangoeroes? Goed. En hoe is het met Balthazar? Oh, zeer goed, ja. Oh, wij zien elkaar zo graag, hè? Ja, je gaat dat wel zien als hij terugkomt van zijn voetbalploeg. Oh. Die voetbalploeg, de kampioen. Ja. En die zijn dat al die jaren? Ja, nog niks anders geweest. Die trainer zou ik toch wel eens willen ontmoeten, hoor. Dat moet een genie zijn. Die trainer, dat is een genie in pint te pakken, ja. Maar, jaar in, jaar uit, zo'n resultaat. Ja, maar moest er naar mij luisteren, het zou weer wat anders zijn. Maar ja, koppen geven. Zeg. En waar is mijn neefje? Uw neefje? Uw neefje? Mijn zoon! Oh, die is in Zwitserland! In Zwitserland? Ja, die studeert daar. Ja, oh, hij zal spijtig vinden dat hem zijn tante niet gezien heeft. Hè. Oh. Ja. Maar waar zijn mijn manieren toch? Hè? Wat wilt u drinken? Een Australian coffee. Natuurlijk. Alles voor mijn lieve schoonzusje. Geen woord over bieken, hè? Nee, nee. Mijn schoenmaat is? 44. Dag, Balthazar. Barbara. Goed om te zien dat je nog altijd niks veranderd bent. En jij bent ook nog altijd even niet bij gedacht. Dus ik zou het ons niet eens voorstellen. Barbara, dit is nu uw neef, Bart Boma. Geef uw tante een kusje, jongen. Kom, manneke, kom. Dag, tante Barbara. Hoe is het met de kangoeroes? Ja, mijn vrouw zult u jammer genoeg niet te zien krijgen, want die is met vakantie. In Zwitserland. In Zwitserland. Ik heb ze daarnet nog gesproken. Ja, samenloop van opstaan. Wat? Volgens haar zit uw zoon in Zwitserland. Te studeren. Allee, allee. Ik zal toch wel weten waar dat mijn vrouw zit, zeker? En mijn vrouw zit in Zwitserland. Sjoke, je bent al thuis. Oh, kom hier. Carmen. Uw vrouwke, Carmen. Vrouwke, Carmen? Zie je nu hoe graag dat wij elkaar zien? Oh, ja. En wat doe jij hier, Markske? Dat wou ik nu net aan u vragen, want jij was toch op vakantie in Zwitserland? Ik? Nee, onze zoon is in Zwitserland, hè? Onze zoon, Mark, is hier, vrouwke Carmen. Dag, ma. Dan zijn wij op dezelfde dag naar huis gekomen. Dat wij elkaar in dat vliegtuig niet gezien hebben, nu. En hoe was het in Zwitserland? Mijn bolletje toch? Hoog. Joepie, we zijn dus allemaal samen om tante Barbara te begroeten. De happy family. En wel, dat doet mij goed zoiets te zien. Want op een dag als vandaag moet een familie te samen zijn. Hè? Ja, zeker. Ja! Ja, een huwelijksverjaardag, dat moet gevierd worden, hè? Ah ja, 25 jaar getrouwd. De tijd gaat toch snel en zoet. Mijn gedacht. Ik heb toch wel een feest gepland, zeker? Want een boma moet zoiets in stijl vieren, hè? Ja, maar wij maken niet graag veel sissi. En ik heb een speciaal cadeau voor u meegebracht. De eigendomsrechten van al onze bezittingen hier. De eigendomsrechten? Allemaal. Voor mij. Als jij echt zoveel veranderd bent als je zelf beweert, dan ben je eindelijk rijp om onze bezittingen te erven. Barbarak, hoe kan ik u bedanken? Ja, dat is voor straks op het feest. En nu zou ik eens even willen rusten. Ah ja, natuurlijk. Marske, breng tante Barbara eens naar de logeerkamer. Ja, meneer Bob. Meneer Pa. Meneer Pa? Ja, ik heb Marske altijd geleerd om met respect zijn ouders te behandelen. Kom, Mark. Actie!
Markske. De logeerkamer is boven. Ah, ja, meneer Pa. Kom, madame, tante. Zeg, bedankt, hè, om mijn huwelijksverjaardag af te pikken. Ja, we kunnen zeggen dat je voor mijn vrouw zou spelen. Ik wil mijn winkel niet kwijt. En hoe dan ook, je bent bedankt. Want Pascalke heeft mij weer in de steek gelaten, hè. Bon, de eigendomsbewijzen, ik moet ze hebben. Wat gaan we doen? Ik ga naar mijn winkel en jij zorgt voor een feest. Ja, maar ik ga bij. Ja, niks te maren. En zie dat het een plezant feestje wordt, hè. Sjoeke! Zou je? Zij dan is getrouwd. Ah, wel, ma. Ik vond dat echt fantastisch hoe dat je Boma op zijn nummer hebt gezet. Ik ben fier op u. Ja, zeg me dat onnozel verhaal over die zuster die hier alles zou willen verkopen. Allee, wie gelooft er nu zoiets? Oh, wel, Paul. Doe jij nu al aan cyclocross? Nee. Ik heb een auto, heb mijn onkel Dimitri zijn depaneur mogen takelen. En raad eens wiens auto het was? Die van Barbara Boma. Serieus? En nee, hoe is ze? Nou, een strafgeval. Ik ben bang dat Boma niet overdreven heeft. Zeg, Paul, je hebt toch niks gezegd over Boma's situatie? Maar natuurlijk niet. Ik heb zelfs moeten liegen, want ze begon van alles te vragen over de Belgische kampioenen. En zou je geloven dat ze zelfs een oogje heeft op onkel Dimitri? Nee. De sukkelaar. Zeg, Paul. Denk jij dat hij echt in staat is om hier de boel te verkopen als ze weet dat Boma gelogen heeft? Dat zou mij niks verbazen. Ik ga naar Balthazar. Maar mij, hè? Ja, wil jij misschien Madame Boma gaan spelen? En wel dan? Ja. Carmen. Balthazar. Oeh. Oh, u bent Barbara zeker. Ja. Oh, Barbara. Ik ben Pascal, uw schoonzuster. Schoonzuster? Ja, Balthazar heeft toch zeker over mij verteld. Oh, hij is nogal vergeetachtig. En hoe gaat het met de kangoeroes? Och, met die beesten. Het is met mij dat niet meer gaat. Och, maar dat komt natuurlijk door dat lang vliegen. Zet u, voilà. Ach, dat is nu toch wel jammer dat u vandaag komt, want onze dochter is er niet. Dochter? Ja, ons Bieke. Ons Beatrice. Ja. Ja, ze is reporter. Bij de televisie. Ze is een documentaire gaan maken. Toch niet in Zwitserland? Ja. Ja, hoe kun je dit zo weten? Ach ja, een vrouw van de PDG heeft zoveel aan haar hoofd. Wie kan dat allemaal onthouden? Ja. Oh ja. Hallo, Pascal Boma. Nee, Bieke. Nee, Beatrice, ik heb nu geen tijd. Maar als jij niet binnen de 5 minuten terug bent, hè, dan doe ik het café dicht. Ja, Bieke, dat kun je niet doen. Je weet toch wel waarom dat ik niet... Oké, maar ik doe het café nu dicht. Beatrice, blijf daar. Ik kom zo dadelijk. Een klein organisatorisch probleempje. Ik moet even weg. Naar Zwitserland. Ja, ja. Oh, het leven van een vrouw van een TGV. Oh, Barbara, ik kom zo vlug mogelijk terug. Barbara, maak het u zo lang gemakkelijk. Ja. Tante. Tante, ik heb de badkamer gevonden. Dat is fantastisch, Markske. Markske, zeg eens, hoeveel vrouwen heeft uw vader? Één. Daar zou ik maar niet zo gerust in zijn. Kom maar, vertel maar eens de waarheid aan ons, tante. Kom. Ah, Barbara, ik heb een tafel voor 4 gereserveerd bij César-Paul voor vanavond. 4? Denk je dat dat genoeg is? Tenzij dat jij nog iemand wilt inviteren. Beken het maar, Balthazar, er zijn nog helemaal niks veranderd. Hoe nog niks veranderd? Ik ben een respectabel man, getrouwd met vrouw en kind. Ja, en met meer dan één zelfs. Wie is die Pascal die hier daarnet was? Pascal? Ja, madame Boma nummer 2. Oh, Barbara, er is een hele logische uitleg voor. Ja. Max zal die nu geven. Ik heb... Dus wil de vraag nog eens herhalen, alsjeblieft? Pascal. Barbara, dat is zo'n triestig verhaal. Luister, Pascalke is al heel haar leven zwaar verliefd op mij. Hè, Bark? Ja, pa.
En toen ik voor Carmen koos, heeft dat haar hart gebroken. En waarom zegt ze dan dat jij een dochter hebt van haar? Dat was die ene liefdesnacht onder de sterren. Dat is heel lang geleden. Hé, Mark? Ja, triestig, hè? En waarom mag dat mens dan hier rondhangen? Ik neem mijn verantwoordelijkheid, hè, Barbara? Ah ja, het is door mijn schuld dat zij uit liefdesverdriet haar verstand is verloren. Mijn gedacht. Als ik haar nog eens zie, dan zal ik haar zeggen dat ze u eindelijk met rust moet laten. Nee, vooral niet doen. Niet doen. Ze zou weer kunnen een crisis krijgen. Ja, ze is een eenzame vrouw. Eenzaam. Daar heb ik begrip voor, Sim. Sinds dat mijn John gestorven is, voel ik mij ook zo eenzaam. Maar gelukkig heb ik Dimitri ontmoet. Dimitri, dat is ook geen typische naam voor een Australiër. Dat is ook geen Australiër, hè, Markske. Dat is een garagist. Hem zou kunnen uitnodigen voor vanavond. De garagist Dimitri? Nee, Carmen kan hem absoluut niet uitstaan. Ik kan hem ook niet uitstaan. En ik vind hem eigenlijk ook niet zo sympathiek. Wel, dat is dan jammer. Ik inviteer Dimitri. En nu mocht je mij eens rondleiden in ons patrimonium. Ik wil eens zien hoe de zaken hier draaien. Maxke zal dat wel doen, hè? Pa moet rusten. Pa komt mee. Pa komt mee. Oh nee, die boma kangaroo, hè? Hallo. 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 Echo. Werkt u hier? Ik? Ja? Gelukkig niet. Nee. Xavier Waterslagers, trainer van FC de Kampioenen. Aangenaam. Oeh, maar u wilde ik al lang eens ontmoeten. Barbara Ramsey Boma. Oh. Bent u de zus van Balthazar? Ja. We hebben nog niet veel over u gehoord, maar wat we gehoord hebben, dat was de moeite, hoor. Dus u bent verantwoordelijk voor de resultaten van Balthazar's ploeg? Ja, helemaal. Maar hoe slaagt u erin om jaar in jaar uit dat niveau te behouden? Ah, dat is mijn militaire achtergrond, hè. Ja, Balthazar mag blij zijn dat hij mij heeft. Xavier, mevrouw, kan ik u helpen? Ja, Doortje, dat is nu de zus van Balthazar. Oh, aangenaam. Ik ben Doortje van Hoek. Aangenaam. Ah ja, Doortje, ik kwam u iets laten zien. Wat denkt jij hiervan? Oh, dat is prachtig. Carmen zal content zijn. Ja? Ja. Is dat voor Carmen? Ja. Maar kent je die ook al? Ah, natuurlijk. Ah ja, van bij Balthazar, hè. Ja, hoe kan ik zo stom zijn? Meneer Waterslagers, waarom krijgt Carmen dat halssnoer van u? Ah, dat is voor de huwelijksverjaardag, hè. Ja, maar dan moet je ze toch wel heel gaarne zien, hè. Ja, maar ik zie ze ook heel graag. Alleen, ik laat het niet altijd goed merken. Oh, maar nu wel, hè, met zo'n schone cadeau. Ja, maar Carmen, die is getrouwd, hoor. Tegen wie zeg je het? Oh, pardon, mevrouw. Had u iets nodig? Is Dimitri niet hier? Ah. Ja, ik dacht van wel. Maar ik denk dat hij juist even weg is. Oh, nee, die zit daar achter die auto. Dimitri. Dag, Dimitri. Boma. Ik ben een vijs kwijt. Doe maar toch alsjeblieft, Barbara. Nee, ik kon liever madame Boma. Dat is niet mijn wagen, Dimitri. Die is bijna klaar. Ik werk er zo hard aan. Dat zal ik echt niet langer storen. Oké, daar. Ik zou zo graag hebben dat je vanavond mee met ons kwam dineren. Ik zou dat zo plezant vinden. Ik denk het niet. Ik ging vanavond mijn haar wassen. Alsjeblieft, Paul. Ja, dank je. Dat is nogal iets, hè, met die zuster van Boma. Oh. Weet je dat Pascal nu toch de vrouw van Boma gaat spelen? Maar dat kan ze niet doen, want ik speel voor de vrouw van Boma. Jij? Wat zegt Xavier daarvan? Niks. Trouwens, het zou hem toch niks kunnen schelen. Dat zou ik nog niet durven zeggen. Paul. Paul. Nu kun je terug verder, hè? Ja. Paul hier huurt de winkel van ons en ik kwam eventjes kijken of de boekhouding wel klopte. Dag, jongeman.
Is dat dus uw boekenwinkel, Balthazar? Ja, dat is het. Het is precies een krantenwinkeltje. Er is hier geen enkele boek te zien. Tja, nu dat gezegd. Paul, daar zie je toch de boekhandel bij gedacht. Waar zijn al die boeken? Uitverkocht. Ja, er zit hier een boekenworm. Wanneer komt dat volgende nummer hier vanuit? Ja. Vriendje, hoe moet ik dat nu weten? Dat is toch geen manier van zaken doen, hè, jongeman. En dat is ook geen kostuum om boeken in te verkopen, hè. Enfin. Enfin. Stel je voor dat ik hier zo zou staan. De klanten zouden alle gedacht van mij krijgen, hè. Nee, het moest de winkel van mij zijn, hè. Jij zult uw zaakjes beter moeten beheren, jongeman. Ja. En nu wil ik de taverne inspecteren. Ah, nee. We gaan onze tijd toch niet verdoen in het café, hè, Carmen? En waarom niet zoeken? Het is toch tijd voor mijn portoeken. Als u me echt genoot, eis ik dat je naar mij luistert. We gaan niet naar het café. Houd u eens kalm, tiran. We gaan naar de taverne. Ja, kom. Kom, Markske. Carmen? Ja? En ik dan? Zoekt jij maar naar uw boekenworm. En, Xavier? Ja, nog eventjes en we zijn klaar. Wieke, ga jij de frisse champagne eens halen? Ja. Maar niet naar Boma lopen, hè? Kan die zagen, zeg. Dat is precies mijn moeder. Voilà, Barbara. Nu heb je café gezien en nu gaan we naar de fabriek. Wat een verrassing, Balthazar, schat. Dag, Barbara. Oh, zeg. Is dat hier allemaal voor mij? Ja. Sjoeke, je zei wel een beetje te vroeg, maar... proficiat, Carmenneke. Er was dus toch een feest gepland. Een verrassing voor Carmen. En dat is voor u. Oh, dat is goed. Gelijk jij, hè, Sjoeke. Sjoeke, dat... Carmenke, wij wensen u het allerbeste, hè, schat? Ah. Ma houdt daar onmiddellijk mee op. Bieke, ziet jij niet dat uw tante Barbara hier is? Dat meisje heeft groot gelijk. Houd daar onmiddellijk mee op. En jij ook, houd daar mee op. Vaarzig zijn die hier allemaal zot geworden. Je probeert toch niet een huwelijk kapot te krijgen op de dag van de huwelijksverjaardag. Maar ik maak helemaal geen huwelijk kapot en juist het tegenovergestelde. Carmen is getrouwd met Balthazar, dus laat dat met rust een stukje kapot. Carmen met Balthazar? Ja, Balthazar met Carmen? Ik versta dat je liefdesverdriet voelt voor Balthazar. Maar zoiets doet het toch niet. En zeker niet als een zoon erbij is. Zoon? Nee, Boma heeft toch helemaal geen zoon? En Markske dan? Maar Markske, dat is geen eens van... Waarom draagt jij zo'n onnozelpak, Markske? Hoe kunt je? Dat is voor een goed doel. Een nieuwe zender voor Radio Hallo. Jij trekt dat onmiddellijk uit. Oh, hier. Is hier iemand familie van u? Dus je hebt mij al die tijd voor de zot gehouden, hè? Ja, maar dat was mijn schuld, hè, Barbara. Ik wou niet dat jij nog langer dacht dat ik de onnozele rokkenjager was. Ik heb je gelijk, zeker. Jij onbetrouwbare losbol. Schaam u. Ja. Mij zo belachelijk maken tegenover uw zuster, maar dat vergeef ik u nooit. Ja. En je pakt mij mijn Carmen op de dag van onze huwelijksverjaardag. Ja, en ik zal ook wel een reden vinden om kwaad te worden op u. Niks te maken. Ik ga terug naar mijn kangeroes. En naar uw eigendomspapieren, daar kun je naar fluiten. Salut, Balthazar. Barbara. Dag, tante Barbara. Oh ja, je zult wel blij zijn dat je terug naar Australië kunt, hè. Wees daar maar zeker van. Wat spijt me. Maar daar kunt gij toch niet aan doen, Doortje. Het is allemaal de schuld van dat mispaksel van een Balthazar. Ah, jammer dat Dimitri er niet is. Ik had hem zo graag meegenomen naar Australië. Tja, maar hij moest toevallig naar dat garagistencongres, hè. Ja. Maar ik zal het hem zeggen als hij terug is. Dat is goed, ja. Hm? Allee, tot ziens. Ja, dan. Tot ziens, hè. Tot ziens. Ja. Is de kust veilig? Ja, ze is terug naar haar kangoeroes. Zeg, ze wilde nu bijna meenemen, hè? Stel je voor, heel uw leven opgescheept zitten met een boom en een kleed. Ik ben blij dat ze weg is. Maar we zijn allemaal blij dat ze weg is. Ze was zo kwaad op Boma, hè. Ze wilde alle bezittingen verkopen als ze maar een koper had geweten. Verkopen? Ah ja, jij weet dat nog niet. Zij is de echte eigenaar van het café, de fabriek, het veld... Het veld? Dat zeg je me nu pas. Maar dat is de vraag van mijn leven. Ik moet die tegenhouden. Barbara! I love you!